Ja, jij bent hier de YouTube. Ja, dit is goed. Is die, oh, hij is nog aan, is die aan het recorden? Oh, hij is aan. Ja. Oh, jij komt uit Leiden. Ik dacht uit Hoofddorp. Ja, waarom? Hoe kom ik daarbij? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik... Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Isabel. Ja, oh. En... Stel jezelf voor. Nou, ik ben Raoul. Ik denk dat de meesten mij wel kennen van TikTok. Ja. De gozer die altijd langs gaat naar zijn oma. Ja. Altijd een lunchje met zijn oma. Wij gaan vandaag gezellig naar de Mackie. Het is wel lichtje gezellig. Want jullie kennen elkaar eigenlijk. Ja, ja. Isabel en ik kennen elkaar. En daardoor ken ik jou. Ja. En toen kwamen we erachter dat jij inderdaad video's maakt op YouTube. En toen dacht ik, weet je wat gezellig. Maar jij kende Saar dus niet. Ja, nee. Ja, via. Jawel, dat toen in de superclub. Want ik dacht, ja, toen zag ik Saar inderdaad wel. Maar niet echt kennen. Nee. Dus nu is het gewoon gezellig. Gaan we lekker Mackie eten. Ja. Stellingen vraag ik. Heb je goed ingedrukt? Ja? Oh. Isabel, die kreeg... We gingen op wintersport ook in deze auto. En toen gingen we elkaar een beetje afwisselen. En nou, ze kreeg zoveel zweetaanval en paniekaanval. Ja, maar ik zeg eerlijk... in die auto zat. Zag, kijk uit, kijk uit! Ik heb met Isabel een gesprek gehad dat wij heel graag de controle willen hebben over alles. Ja, ja, dat is het. Want dat, daarom houdt ze niet van vliegen. Daarom heb ik ook, daarom heb ik vliegangst. Ja, dat hadden wij allebei. Ja. Ik zei tegen Isabel, ik zeg, je geeft jouw leven een beetje een soort van aan die piloot. Als jij zo... Ja, ze zegt ook, Sarah, het is niet dat ik jou niet vertrouw, maar ik vind het gewoon zo eng dat ik het niet zo in de hand heb. Ja, dat is echt zo. Wij willen echt controle hebben. Oh, wat wil ik? Oh ja, kut. Ik heb hem niet bedacht. Oké, ik weet het wel. Mag ik een dubbele cheeseburger met zoet-zure saus, alsjeblieft? Nee, wacht, sorry. Doe maar een enkele. Enkele. Een medium friet. En mag ik een Fanta? Ja. Shaker fries. Met frietsaus. Met wrap sweet chili. Met medium friet en cola zero. Cola zero. Ja, en dan een Big Mac. Oh, en een spicy cheese, En nog een frietsaus. Weet je nog iets? Dat wij, Isabel en ik gingen sowieso altijd naar deze McDonald's, maar dat we altijd zo'n... Heb je geen abonnement? Ja, op een gegeven moment wel. Ja, maar wel. Ja, in de coronatijd. Want er was natuurlijk niks open, alleen de McDonald's. Ging alleen maar... drive-in, inderdaad. Hi. Ja. Ik heb gewoon een... Heb je alleen een cheeseburger? Nee, ik heb een cheeseburger plus patatjes plus een Fanta. Zo. Dat is echt een kindermenu. So boring. Dat is echt... Dan, ik hou me niet heel overdrijven. Ik hoorde jullie hebben spicy nuggets, een wrap, een friet met frietsaus. Big Mac ook nog. Ja. Dat bedoel ik, zie je? Ja, maar jij gaat delen. Ja, jij gaat ook gewoon mee eten. Nee. Je gaat toch niet alleen een cheeseburger eten? Ja, en een frietjes. Ja, maar dat... En Fanta. Maar hoe lang ben jij gekomen voor met YouTube? Ja, eigenlijk doe ik het best wel lang al, maar... Heel lang ook een soort niet serieus. Isabel en Bo en ik hebben met z'n drie ook een soort kanaal gehad, maar... dat zou echt een terrorkanaal zijn. Ja. We hebben ruzie met elkaar. Ja, we hebben ruzie. Daarom gaan we niet met elkaar om. Wij hebben ruzie. En tot de dag van vandaag krijg ik steeds de vraag, waarom hadden jij Isabel en Bo ruzie? Maar hadden jullie erg ruzie? Ja, Bo hadden echt een paar weken niet gesproken. Echt? Ja. Ach, boetje. Maar mij had je ook even, zij had onze school. Maar het ging allemaal om jongens. We waren 16, weet je wel. Oh, het ging om jongens. Ja, het ging om jongens. Okay. En toen, dat was echt grappig. Ja, eigenlijk een beetje echt serieus sinds het begin van corona. Toen ging ik echt week vloggen en mukbangs doen en zo. Ja, wat doe jij allemaal eigenlijk? Wat ik allemaal doe? Ja. Helemaal niet. Nee? Ja. Ik naar mijn oma. Ja, eigenlijk is mijn leven nu gewoon... Ik plaats ook 2 of 3 TikToks per week. Ja. En dan in de maand heb ik meestal wel 2 of 3 samenwerkingen. En dat is voor mij nu zeg maar gewoon goed om te doen. Ja. En ik help soms zeg maar... ik werk... Nou, niet echt. Ja, ik werk ook bij mijn buurvrouw bij de cateringbedrijf. Ja. Maar dat is gewoon af en toe op die... Ja, gewoon omdat ik zeg maar een soort van... Wat moet ik anders doen? Ja, dat is toch leuk? Ja, dus dat is eigenlijk... Mij lijkt het oprecht leuk om gewoon bijvoorbeeld in een koffietent te werken. Ja? Ja, gewoon leuk lekker... voorbij. Gewoon lekker koffietjes maken. Gewoon. Ik vind je ook wel iemand die zeg maar, sociaal vaardig is. Die gewoon... Ja. Is nou, het, is horeca het denk ik dat weer niet voor mij is, maar een koffietent lijkt me wel leuk. Want dan, zeg maar, eerst werkte ik... Kun je zelf een hele koffie zuipen. Ja, precies. Ik zal zo bij de bakker. Geweldig. Want, zeg maar, eerst werkte ik dus op een marketingbureau en dat was echt heel leuk, maar dat kan je gewoon niet combineren. Nee, klopt. Dus zeg maar, in de branche waar ik in zou werken anders, daar is, dat is eigenlijk bijna niet te combineren met zeg maar, influencer. Ja, dat moet toch plukken. Isabel wordt ongeduldig. Ja. Maar bijvoorbeeld Isabel is ook sociaal. Vind ik heel vaardig. Ja, maar Isabel is denk ik wel echt veel beter in de horeca als ik. Ja? Ja, ik heb nooit in de horeca gewerkt. Ik zou de horeca niet kunnen handelen. Ik heb nooit in de horeca gewerkt, dus ik zou het eigenlijk niet mensen weten. Mensen die dan zeggen, ja, ik wil dit tafel... Dat vind ik echt leuk. Ja, gewoon zeg maar altijd mevrouw. Zeiken. Oh, ik wil daar niet zitten. Ja. Ik wil niet hoog zitten, ik wil laag zitten. Ik wil niet bij de deur zitten. Ja, hi. Dankjewel. Ja, top. Dankjewel.
Huh? Oh! Zo! Ik dacht dat er een gekke open stoep was. Ik dacht echt, ik ga die voorbumper toch. Oh, rach, jongen! Dat is echt zo. Kijken. Zo, nee, ja. Die bakjes zijn natuurlijk weg. Ja? Ja, dat vind ik. Maar we hebben toch een bakje van de kipnuggets of zo? Zeg je kipnuggets of kip? Kipnuggets? Kipnuggets. Wat zei ik dan? Nee, dat is mijn kipnuggets. Vraag. Kipnuggets. Oh, kijk. Limited. Mac wrap. Ik heb mijn hele garderobe uit doen, want ik heb het hier zo heet. Zo. Zo, gaat het saai? Jezus. Zo, die komt de hele winter. Ik heb deze jas aan. Oh, maar dit? Deze? Ken je deze? Nee, ik vind die helemaal niet lekker. Nou, hoe kan dat nou weer? Je zou pas aan het eten, jongen. Ja, ik pak het lekker uit. Gewoon drie keer mijn cheeseburger van het ding te lachen. We hebben drie friet. Oh ja, jij natuurlijk ook in de shake. Ja. Ik vind het zo raar, waarom ze niet gewoon meteen in dat zakje doen? Ja, dat vind ik ook raar. Dat is toch onzin? Ja, dat is ook, ja, dat is een beetje raar. Hier. Mijn shakerzakje. Die heb ik net aan je gegeven. Waar dan? Daar, lieve schat hier. Oh. Nee, hij lag er los in. Ik had het niet net gegeven. Oh, wacht, ik weet het al. Hij ligt daar. Nee. Ja, ja, ik zweer. Zo, ligt aan mij, is hij echt. Oké. Ik weet niet wat je hier in deze auto, wat voor graden die auto is. Ja, je zit voor zo. Ja, is goed. Oké, okay, leg uit. Oké, okay. Hier, Big Mac. Oké, okay, ja, die is ook van Isabel. Ja. Geef alles aan Isabel. Geef me alles aan. Oh, hier, ritje. Denken jullie dan weer alles? Ja, alles. Is echt net mijn moeder. Jouw moeder vind ik ook echt heel lief. Ja, vind je ja. Zo lief. Maar je hebt gewoon een leuke familie, volgens mij. Ja, klopt. Maar dat is ook zeg maar wat... Waar mensen mij al is die reacties... part of the family. Ja, als ik al die reacties onder mijn video lees, dan is het zeg maar altijd van familie, dit en dat. Dat is altijd wel... Ja, maar dat is ook... Maar dat krijg ik dus voor comments. Maar mijn familie wil dus niet echt een beeld en zo. Oh ja, ja. Helemaal niet. Maar dat soort comments krijg ik weer heel erg met mijn vriendinnen. Want ik doe heel veel met Isabel en Bo. En dat vinden mensen altijd zo leuk om te zien. Ja hoor, dat is ook gewoon goed. Als een soort, zeg ook echt, als ik met jullie een video kijk, is echt soort als een part ben. Alsof je erbij bent. Ja, gewoon. Ja. 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 Jullie zijn echt soort van alsof jullie mijn vriendinnen zijn. Ja. Ah, dat vind ik echt ja, dat is ja, echt dat, fucking cute. Dat is schattig. Zo. Ja, maar dat is toch veel te veel werk. Lekker. Oké, ik ga de vragen erbij pakken. Ja, ik ben benieuwd wat voor vragen je hebt, Saar. Misschien kunnen we wel mensen helpen in liefde of zo. Nou, een liefde. Ja. Zodat ik kan toch liefdesadvies geven? Ja. Isabel, kom op hoor. Het kan gewoon. Dat kan. Love jullie video's allebei. Nou, dankjewel, Negin. Nou, dat is lief. Wanneer zagen we elkaar voor het eerst? Ja, wij hebben elkaar een keer gezien in de super, maar dat weet jij niet meer. Of wel? Welke? Toen je met Isabel was? Ja. Jawel toch? Oh, oh mijn god, ik heb gewoon geknoeid. Nee. Ja, ik heb geknoeid. Ja, in de club, in de club. Ja. Nou, jij was dronken. Nou, jij was dronken. Ja, maar jij zelfs niet. Maar ik ben nooit dronken, want ik drink niet. Ja, maar... zelfs niet dat ik niet dronken was. Nu weet ik niet of ik dat mag vertellen. Anders knip je het eruit. Ja. Dat we in de super stonden. Ja. Dat ik met Isabel stond te praten. Dat jij zei, ze is mijn nichtje, hij heeft mijn nichtje. Echt? Nou, dat weet ik niet meer. Ja, we stonden letterlijk alleen te praten. Ja. En ik heb het toen, dat is mijn nichtje, als je dat aan doet, dan krijg ik, what the fuck? Ja. Ja, echt. Nou, maar sorry, hoeveel boys heb jij wat aangedaan? Ik was helemaal klaar bij een kutsupclub. Dacht, ik ga maar alvast waarschuwen van tevoren. Ja, want, maar echt, zo. Is mijn nichtje, is mijn nichtje? Ja, raken. Ja, echt hè. Oh. Maar ja, zo kennen we elkaar. En Isabel ken ik eigenlijk vanaf toen we hadden een foto... Wat, nou, hoe kennen jullie elkaar we hadden een fotoshoot, toch? Nee, ja. Ik niet. Ik Isabel. Heb fotoshoot. Ja, Isabel had een fotoshoot van... met Freaky. Ja, is met Freaky. Dat had je gezegd. Want, ja, ik was met hem en het was zo gezellig, want we hebben alleen maar gebeven. Ja. Ik zweer het. Die dag daarvoor... Wanneer was het? Oh, het was volgens mij donderdag. Oh, kijk hoe knuikel. En op woensdag had ik beveren geleerd van vrienden van mij. En toen die dag daarna kwam Sam met die beverkaarten. En toen zei Isabel, ja, beveren, bla, bla, bla. En toen ging ik mee beveren. En ik zeg je eerlijk, dat was echt een gouden goud. Het was echt leuk. Ja, dat is het enige. Ik zei, hoe was je fotoshoot? Ja, was zo leuk, ik heb alleen maar gebeverd. Oké. Okay. Ik zeg jullie eerlijk, Isabel is echt goed in beveren. Ja, hoe dat kan is, dat? Vertel. Ik weet niet, ja, dat is echt een wonder. Ze is sticky. Ja. Ze is gewoon fucking sticky eigenlijk. Hij gaat dan naar mijn kijk, zegt hij. Oh, jij hebt toch alleen maar goede kaarten. Dan denkt hij dat ik goede kaarten heb, terwijl ik nog niks heb gedaan. En dan gaat hij die ruilen. En dan denk ik echt, zegt hij, ja, ik zie het aan je hoofd. Maar je kan hem ook niet zien. Jawel. Isabel, zeg maar, waar ze doet het pokerface op. Ze gaat dan een kaart pakken en doet ze net alsof de goede kaart is. Dan is het een 9 en dan gaat ze lachen. En legt ze die lekker rechts. Die weet haar gewoon niet. Ja, en legt ze die lekker rechts in de hoek. Wat zeg je? Ja, je moet slim zijn inderdaad. Ja, je moet ook gewoon inderdaad wat Isabel doet. Gewoon pokerface opzetten en doen alsof je een goede kaart hebt. Rechts buiten. Ja, wij noemen dat rechts buiten, zeg maar. Alsof een soort voetbal. Wij doen voetbaltermen. Hoe lang ben jij nu bezig? 2 jaar. Ik heb hem al op. Twee? Anderhalf jaar.
anderhalf jaar. Ik heb mijn patat al. Dat zal ik niet. Nee, wat ik het leukste vind aan TikTok. Ik kan het uren kijken. Zo, het is zo verslavend. Nou, tegenwoordig vind ik het een beetje... Het is wel veranderd. Ja, het is heel erg... Vroeger ging je echt... Als je filmpjes vaak worden doorgestuurd, is het niet per se dat je heel veel views krijgt. Nee. Dat is zo, het is heel erg veranderd. Vroeger, zo, 2 jaar geleden plaatste ik een filmpje en die ging viral. En dan had je gewoon gegarandeerd 500.000 views. Ja. En nu is het gewoon heel veel moeilijker. Klopt. Omdat heel veel mensen op TikTok zitten. Mm-hmm. Ja, concurrentie wordt natuurlijk steeds meer ook, soort. Maar wat kijken jullie het liefst, zeg maar, op TikTok? Eet, kook video's. Echt? Oh, ja. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Oh, ik kan dat de hele... Oh, eten. Gewoon een soort mini mukbangs ook. Maar ook dat mensen recepten maken. Dat kijk ik echt het liefst. Maar echt. Je slaat dat dan op en probeer je dat dan thuis of zo? Ja. Echt? Ook, ja. Wat is je lievelings, wat is jouw lievelingsgerecht die je op TikTok hebt ik geleerd? Ik weet het. Oh god. Die miso dumpling soep. Ja. Oh. Die is niet normaal. Ik dacht dat je zou zeggen die ene burger die jullie hadden. Oh, nou, daar hoef ik allemaal. Die miso dumpling. Die noodles? Ja. Wat waren die noodles die jullie hadden op TikTok? Dat is toch? Nee, dat zijn andere. Oh, dat zijn andere. Oh. Dat zijn bulldog ramen noodles. Nee, die ene noodles, die noodlesoep die ik aan jou had gestuurd. Ja, die zij maakt het ook heel tijd nu. Ja. Ja. Die loopt 5 dagen in de week die noodles op te eten. Zo makkelijk. Eén keer zijn ze 3 keer achter elkaar tegen me. Ja, ik doe maar een noedelsoep te eten. Noedels zijn sowieso wel lekker. Ik hou van noedels. Ik hou sowieso van Aziatische keuken. Aziatische keuken is de beste. Mijn schoonzus is een Chinees en zij kan bizar koken. Ja? Niet normaal. Maar vind jij Chinees lekker? Nou, jij kent niet Chinees. Nee, hè? Zoals wij Chinees kennen, dat is geen Chinees. Wat zij kookt, dat is bizar gewoon. Het is... Maar wat de Chinees die wij kennen, dat is eigenlijk Indonesisch, hè? Toch? Nou, mijn moeder zag altijd een beetje de Nederlandse Chinees. Ja. De Chinees-Chinees en Nederlandse Chinees. Nou, van Nederlandse Chinees een beetje babypang. Maar dat maakt zij niet. Babypang, ja toch? Ja. Nee, is dat niet Chinees? Nee. Dat is echt verkaasd. Ja. Ja, Chinees is echt... Ik heb gehoord dat het echt Chinees, lekker is. Ik kan wel even een fotootje laten zien wat zij bijvoorbeeld maakt. Je hebt nog een Big Mac. Ja, en nog een wrap. Die combinatie. Oh, even kijken. Ze zijn wel echt eetverslaafd ook, hè? Ja, ja wij allebei. Wij hier, bijvoorbeeld dit. Wat soort noedels maakt zij dan? Oh, dat lijkt meer Aziatisch. Ja, dat is toch... Oh ja. is dat hetzelfde? Fucking lul! Azië, dat is toch een fucking continent, Mogol? Allah. Lijkt meer Aziatisch. Dan de Aziatisch denk ik meer in Japan, zeg maar, sushi en zo. Ja, oké, en Indonesisch. En Chinees denk ik echt naar Fuyonghai en Bami. Nee, heel veel, ze maakt heel veel hotpot is ook Chinees. Ja? Ja, klopt. Dat is ook Chinees. Ja, klopt. Ik ben bij haar thuis, ze had het thuis gemaakt. Is het lekker? Niet normaal. Ja, dat is echt niet normaal. Ik hou, ja. Dat is heel anders. Ik dacht dus niet dat ik van Chinees hield, totdat zij voor mij kookt. Het is echt bizar hoe lekker dat is. Zoveel smaak. Gewoon lekker. Gewoon een rijst met kipdingen en allemaal groenten. Ik heb thuis gewoon Nederlands. Noedels. Wie ik heb? Indonesisch. Nee, ik eet veel Indisch ook. Ja? Tenminste? Ja. Ja, mijn moeder kookt wel echt heel erg gevarieerd. Dat is wel echt lekker. Soms zeg maar is het gewoon, eten we even geen Indisch, maar dan ineens wel weer 2 of 3 dagen in de week of zo. Lekker. Ik ga voor die... Indonesisch, niet omdat het mijn roots ligt. Maar nasi en zo, dat is toch ook Indonesisch? Ja. Nasi, ayam. Ja, klopt. Ja, dat is allemaal Indonesisch. Ja. Maar niet omdat mijn roots liggen, maar ik vind het gewoon echt de lekkerste keuken die er is. Ja, maar als dat is ook fucking lekker. Ja. Ja, ik vind het ook heel lekker. Ja, Indonesisch is echt lekker. Hallo. Dank jullie. Wat is dit? Wat is dat? Wat is die? Het lijkt niet chili iets als het erin zit. Jawel. Het is gewoon sla met saus en een chicken tender. Ja, kan je zeg maar thuis ook gewoon. Ja. Dat is Big Mac. Maar dit is wel het gezondste, hè? Klopt. Met minste calorieën. Welke? Met die, weet dat ook weer? Is dat Volcora? Volcora wrap, denk ik. Ik ken helemaal niet. Een Big Mac en een Big Tasty. Het is zo fucking leuk. Ja. Advies om aan iedereen te geven. Hoe kan je omgaan met negatieve mensen? Oh, als ik 1 ding haat, zijn het echt negatieve mensen. Ik neem afstand van negatieve mensen. Ja? Ja. Meteen. Als je negatief bent of zij, doei. Bedoelen ze vriendinnen of mensen om je heen of bedoelen ze mensen op internet? Want zeg maar... Ik denk gewoon beide. Ik denk, ja. Kijk, ik ook gewoon negativity bij. Ja? Bijvoorbeeld die mensen op social media, die kunnen alles schrijven wat ze willen. Wat is... Social media boeit me echt niet. Nee, maar bij mij ook niet, inderdaad. Alleen, kijk, mijn moeder, die leest altijd de reacties van mij onder mijn TikTok. Ja. En dan gaat het haar soms wel aan wat sommige mensen dan weer zeggen. Kijk, ik krijg heel veel positieve reacties. Ik heb al tegen moeder gezegd, er zijn 100 leuke reacties en misschien 5. Je hebt een rotte appel. Ja. Dat is altijd zo. Maar zij kijkt dan altijd naar die 5 specifieke. En dan gaat het er weer aan en dan zegt ze, Yara, oh, wat vind je hiervan? Oh. Ja. Ja, je moet toch echt... ouders of andere mensen dan echt persoonlijk opnemen. Terwijl ik echt...
Ja. Ik denk van, ja. Wie ben jij? Ja. Zeg maar, mij boeit het echt niet. Ja, ik vind het eerder zielig. Ik denk, dat jij zo kut in het leven staat, dat jij zo'n kut komt in plaats, of gewoon zo ermee bezig bent, zeg maar, dat je je daarmee bezig moet houden. Dat je zo, ja, dat je zo bezig bent met iemand, ja. Dat je gewoon denkt van, weet je wat? Ik heb nu gewoon de tijd genomen, die 20 seconden van mijn leven, om even een haatreactie op jou te plaatsen. Ik heb ook, wel eens dat jezus, weet je, maar dan scroll ik gewoon door en denk ik, nou, boeien, laat diegene, laat maar. Ik heb nog nooit een haatreactie geplaatst. Ik ook niet. Ik ook echt nooit, volgens mij. Augurk, jongens, eraf. Ja, nee. Ja, ik vind augurk echt... Ja, tuurlijk. Hij is echt heel raar. Sorry. Nee, liefst, ik vind augurk vind ik echt helemaal niks. Ook die Big Mac, dat leed ik helemaal. Grote augurksmaak. Mm-hmm. Vind je dat lekker? Eigenlijk echt helemaal niks. Echt, maar als je bijvoorbeeld negatieve vriendinnen hebt, of nou ja, als het echt je beste vriendin is of zo, hebben jullie wel eens mensen gehad, zeg maar, waarvan je spijt hebt, of dat jullie het echt heel erg jammer vinden dat ze uit jullie leven zijn? Gewoon zeg maar vriendinnen of zo. Dat jullie denken van, het had, als ze dit niet had, of als er dit niet was gebeurd, dan hadden we echt, echt goed geweest. Ik heb het wel met, ik ga geen naam. Heb je zoetzuur saus nog? Hier, daar zit nog in. Oh ja, die doet altijd zoetzuur. Echt? Zoet. Heb je dat van haar? Ja. Zij doet altijd, als ze wat wil eten en ze wil wat van de Mickey, neemt ze altijd een hamburger met zoetzuur saus. Hier, geef maar. Maar snap jouw oma een soort... Wat je aan het doen bent? Ja. Ja. Nou, tegenwoordig begrijpt ze het wel steeds meer. Bijvoorbeeld nu, ik had spullen gekregen voor oma. Mm-hmm. En dan zeg ik oma's van via TikTok, oh leuk, blablabla. Maar zij denkt zeg maar dat ik geen geld verdien met TikTok. Dat denkt zij. Dus elke keer geeft ze mij geld. Ik zeg oma, die zorgt eigenlijk ervoor dat ik... Ja, ik geld verdien. Ja. Maar dat begrijpt ze nog niet helemaal. Maar zij is gewoon heel erg, gul. Dus ze geeft gewoon altijd alles. Maar ze begrijpt het wel steeds meer. Ja, want mijn opa en oma snappen... Nou, ik heb eigenlijk alleen maar oma's. Die snappen niet wat ik doe. Nee? Die denken dat ik een sieradenwebshop heb of zo. Oh, echt? Iets online. Het enige wat ze wel online kennen, dat Isabel sieradenwebshop heeft. Oh ja, zij doet ook iets met kleding en sieraden. Ja, ze denkt zij van, oh, je doet wat met kleding. Ja. Nee. En dan zegt ze, ben je gestopt met je baan? Ik had het, nou, dat snappen ze echt Zij denken ook, zeg maar, een week was ik gewoon helemaal vrij. Dus ik had... Ik werkte niet of zo. Zij zei, ja, maar moet je niet werken dan? Dan heb je toch geld nodig hier? Ja. 100 euro of zo, weet ik veel. Ik zei, oma, ik heb gewoon een goede maand gehad. Ja. Ik heb even een week rust. Ze begrijpt het wel, want vorige keer bijvoorbeeld was ze beneden. En toen waren er twee jongens die moesten daar bezorgen. En toen herkenden ze haar. En toen was ze helemaal overdonderd. Gaat het, Isabel? Jee. gaan we helemaal fout. Ja, maar wordt ze herkend? Heel veel zeker. Ja, ja, nou gelukkig blijft ze een beetje in haar thuis, zeg maar. Mm-hmm. Dat is echt fijn. Dan zie je dat ze overal nergens komt. Nee, dat niet. Maar als we ergens komen, vorige keer waren we bij de begrafenis van haar zus. Ja. Nou, ze was er wel rauwig om, zeg maar. Maar ze was wel gewoon goed onder, want ze weet, iedereen wordt ouder. Ja. En toen werd ze ook herkend door al die mevrouwtjes in haar thuis ook. Ja. Echt. Ja, toen zei ze, je bent die vrouw van TikTok. En toen, dat vindt ze wel echt leuk hoor. Want hoe oud is ze nu? Ze is 91. Ja, echt oud. Insane. Ja. Insane. Ja, ze ziet er nog zo uit. Maar ze is echt nog goed erbij. Met haar met haar hoofd. Ja. Zo cute. Ja. Ja, ze is gewoon, maar inderdaad, fysiek gaat ze wat achteruit natuurlijk, maar dat is altijd. En ze valt natuurlijk ook af omdat ze wat minder eet, want haar maag is natuurlijk wat, wordt allemaal wat kleiner en weet ik veel. Maar gelukkig is ze nog inderdaad geestelijk. Ja, dat is belangrijk hoor. Ja, zeker. Maar jullie hebben allebei... Nou, ik heb allebei mijn oma's nog. Mijn ene oma is ook 91 en die is met haar hoofd inderdaad nog heel goed erbij. Fysiek, ze kan niet echt... Ja, fysiek veel, zeg maar. Mm-hmm. Maar daar heb je echt, nou niet zeggen daar heb je meer, maar je kwaliteit van haar leven is veel beter dan bijvoorbeeld ons opa. Yeah. Die had Parkinson en zo. Oh, ja, dus die was heel verzegeetachtig, die snapt het allemaal niet meer. Zijn laatste 5 jaar van zijn leven was eigenlijk, gewoon, dat is geen leven. Hij was in het huis, hij zat daar, hij zat de hele dag niks weg te... En dan denk je van eigenlijk is het veel belangrijker dat je gewoon nog scherp bij bent. Zeker. Mijn oma vindt het ook niet erg hoor, want ze weet dat ze fysiek achteruit gaat. Ja, maar het is logisch, je bent 91. Ja, ze wil gewoon hier, wil ze gewoon helemaal goed zijn. Dus dat is, en haar levensmotto is, als je extra lief bent voor de mensen, geeft de Heer jou nog heel lang leven. Oh nee! Dat is in de TikTok gezegd. Maar ze zegt ook altijd iets van, wees lief voor elkaar. Ja, en dat doet ze altijd zo, wees lief voor elkaar. Ja, altijd zo schattig praten. Ja. Ja, mijn oma is Maar is je oma 100% Indonesisch? Ja. Maar ik vind
de Indonesische mensen ook echt een van de liefste personen die er zijn. Is het ook. Dat is het ook. Echt. Ja, zeker. En mijn opa is ook helemaal Indonesisch. Dus mijn moeder ook helemaal. Dus ja, ik zeg maar, ik ben half. Maar inderdaad, bij ons is het ook altijd heel gastvrij. Ja, uit wat heel er is. Respectvol. Ja. Heel erg gewoon respect met elkaar. Want ik was dan in Bali. Maar was je in Bali? Ja. Oh, het was zo, die mensen. Je voelt je daar gewoon thuis. Omdat die mensen zo respectvol en lief zijn. Klopt. Gewoon iedereen wil je altijd helpen. En ze gelooft ook heel erg in karma en zo. Dus ja. Je kan daar letterlijk, er wordt daar niet gestolen. Die mensen zijn gewoon, dat je echt denkt, ik wil al deze mensen gewoon meenemen naar Amsterdam. En gewoon, ik wil dat iedereen in Amsterdam ook zo is. Ja, klopt. Zo lief. Wat vind je nou mensen in Amsterdam, vind je? Walgelijk. Ja? Oh. Maar je woont er... Kijk, ik heb mijn eigen vrienden. En mensen die heel veel komen niet eens uit Amsterdam, mijn vrienden. Gewoon, het zijn allemaal mensen arrogant, zijn niet open, zeg maar open van vriendelijkheid. En nee, iedereen beukt je aan de kant. En gewoon het eerste half jaar dat ik daar woonde, was ik echt zoiets van... What the fuck? Iedereen probeert je constant op te lichten. Gewoon in de winkel, bij de scooter, de garage, Taxi's. De loodgieter. Gewoon iedereen ligt je constant op. En hier, als een loodgieter komt, wil hij oprecht helpen. Ja. Daar denkt hij, oké, ik heb 10 minuten, wat kan ik doen? En dan ben ik weer vanaf, weet je wel. En dan denk ik wel van, jezus, we zo met elkaar om moeten gaan. Ja, dat vind ik gewoon zonde. En in het dorp en zo. En dan heb je het veel minder. Ja. Wij zeggen iedereen gedag. Ja. Dat zit ook echt in me. Om ja. op straat iedereen gedag te zeggen. Ja. Ja. Jullie kennen elkaar allemaal, of niet? Mm-hmm. Bijna wel. Maar maar in Amsterdam zijn ze daar soms niet zo van gediend. Dat je gewoon en iedereen hebt, heeft een hele hoge ego. Iedereen denkt dat hij fucking de shit is. Ja, waarom is er ook een tafel van 8 mensen die kwamen uit Amsterdam? Oh. Is dat vreselijk? Nou, die komen binnen. Nou, ik ga hier niet zitten. Gaan ze heel de tent doorzoeken waar ze wel willen zitten. Terwijl ik denk, we zitten vol. Je kan niet kiezen waar je gaat zitten. Nee. Je zit daar gewoon. Ja. Nou, toch is de andere tafel uitgekozen. Nou, oké, is goed. Gaat ze heten bij de bar staan. Hebben jullie wel een barvrouw? Want waar is mijn drinken? Gaat ze heten zo op de bar kijken van... Echt? Oh. Is ze nog drankjes aan het maken? Nou, echt. Oh, mijn baas is echt... Maar het is ook wel... Feyenoorder. Ja. Dus als Amsterdam zegt hij gewoon... Je komt uit de stad, je hoeft nooit meer terug te komen. Ja. Dat zegt hij gewoon. Ja. Ja, maar Amsterdamse mensen zijn soms inderdaad echt... Maar ik heb ook het zijn idee... Er zijn wel mensen die hier uit Amsterdam komen kijken. Ik heb vooral de echte Amsterdammers... Die zijn voor mijn gevoel niet zo, maar meer de mensen die meer, wannabe Amsterdammers. Ja, wannabe Amsterdammers, die zijn ik wil gewoon echt die juppen die echt helemaal doorslaan. In... Helemaal zo. Cola Zero. Cola Zero. Heb je al genoeg? Ja, liefschat, ik zit vol hoor. Ja, ik zit echt vol, jongen. Die augurk. Gadver. Fucking lekker. Ik begrijp echt niet. Weet je wat ik wel lekker vind? Zeg maar dat geluid. Als iemand op TikTok of zo dat iemand dat geluid. Ja, vind je dat ook lekker? Ja, dat is lekker. Dat is echt lekker. Maar ik ben 2 kilo aangekomen. Oh. Dus. Ja, ik heb nog op de weegschaal staan. Oh. Je moet ook niet op de weegschaal staan. Dat is echt. Ja, ik ben ook ongesteld, hè, dus dan ben je sowieso zwaarder. Oh, echt? Ja. Dan ben je 1 of 2 kilo zwaarder. Nee. Ja. Oh. 1 of 2 kilo? Ja. Nee, jullie ook. Nee, dat is echt zo. 1 of 2 kilo? Maar het is 2 april, ik maak. Ja, ik wil net zeggen, ja. Nee, dat is echt zo. Je houdt meer mijn vocht vast. Mijn bloed komt er ook niet echt heel goed. Het komt er niet echt goed uit. Nee, maar je wordt zwaarder, want je houdt meer vocht vast. En je bent meer opgeblazen. Sorry. Vrouwen schommelen heel erg in gewicht door de maar ik wist niet dat het zo, zeg maar, 1 of 2 kilo is best zwaar. Is, zeg maar, ja, je kan het googlen. Google het maar. Ik weet zeker. Tussen de 0,5 en 2,5 kilo. Zo, ja. Ja, 3 of meer aankomen kan ook. Gek! Dat is best veel, ja. Dat is best zwaar hoor. Klopt, 3 kilo kan echt veel. Als jij... Maar ik voel mezelf ook altijd dik en lelijk. Ik voel me dus nu heel dik en lelijk. Niks staat, maar... alles is kut, alles is... Weet je wat ik een keer wil proberen? Zo'n... Zo'n pen. Ja. Dat moet je echt doen. Dat wil ik proberen, want waarom? Omdat ik altijd... Ik ben altijd wel geïnteresseerd in hoe zeg maar iemand anders zijn pijn voelt. Ja. Of zo. En jullie hebben het maandelijks, hè? Ja, wij zijn gewoon gewend. Ja. We moeten gewoon naar werk, we moeten gewoon sporten terwijl we in die pijn zitten. Maar bijvoorbeeld je eerste zeg maar, ongesteldheid, was dat echt gewoon... Nou, toen dacht ik dat dood ging. Nee. Ja, ik zou... Maar gebeurt dit echt elke maand, ja. Zo. En het wordt niet erger, nee. Ik dacht... Hoe de fuck ga ik leven? Zo. Bij mij is het heel erg verminderd. Ja, bij mij is het ook wel. Weet je nog één keer dat ik ben flauwgevallen? Dat was op school en toen durfde ik zo nog niet echt. Ja, toen kwam ik er tegen helemaal wit. Toen was gewoon gelijk wit. En ik liep echt zo door de gangen. Ik keek in de gang. Sar, gaat het goed? En ik was echt zo... Nee, ik viel echt zo op mijn hand. Ik heb gewoon zoveel pijn aan. Maar ja, ik heb gehoord inderdaad... Want ik heb een zus natuurlijk. Ja. Die zei ook altijd vroeger van... Mam, ik trek het gewoon niet meer. Dat vond ik echt zielig. Ja, soms weet je ook gewoon niet meer wat je moet doen, omdat je gewoon gek wordt van de pijn. Maar ik heb dat niet meer. Nee, ik heb dat ook bijna niet meer. Toch ben je er wel mee. Omdat je er gewend aan bent inderdaad. Ja. Maar ik neem me dan toen ik het zeg maar werd, was ik ook op school. Toen zat ik heel hard te huilen op de grond, weet ik nog ook. Nee. Heel hard te huilen en ik wist niet wat er was. Toen ging ik naar de wc, toen dacht ik dat ik in mijn broek had gepoept.
Ja, ik dacht dat toen schreeuwde ik, ik heb in mijn broek gepoept. Toen zei Bobby, nee, dat, je bent waarschijnlijk ongesteld geworden. En toen dacht ik, oh my god. Maar jij was het ook heel vroeg. Ik was 11. Ja. Zo, dat is vroeg toch? Of ja. Het was echt net de eerste week van mijn nieuwe school. Ik was misschien 13, echt 2 jaar later. Zo, dat is wel. Ja, 11 is inderdaad best vroeg toch? Ja, want dus zit je echt net op de middelbare school. Ja, maar wat jullie ook nog hebben is als je... Volgens mij, mijn moeder had dat, dan zit je zeg maar nog, als je ouder wordt, heb je ook een overgang, ja. Zo, toch? Ja. Dat heb je ook nog eens. Klopt. Dat is, ook nog. Ja. En een kindbaren. Ja, ook nog eens. Ja. Tieten, ja. Die zijn ook pijnlijk. Ja, echt. Ja, vooral van jou. Die zijn zo groot. Godverdomme. Nou. Maar met ongesteld zijn ze ook, nee, met zwangerschap zijn ze extra gevoelig, toch? Ja, en ongesteld ook. Ongesteld ook. Ongesteld ook, altijd. Oh. Maar dan kan je niet rennen, hoor. Ze heeft zoveel pijn. Ja. Oh, daarom gingen mensen ook altijd niet gymmen, toch? Ja, maar je hebt ook gewoon ook veel pijn. Ja, klopt, gewoon heel... En dat bloed, dat als je dan gaat sporten, dan... Ja. Godverdomme. Mijn moeder en mijn zus, die hebben die gesprekken ook gehad. Dus, en daar zat ik altijd bij. Jij durft het toch niet tegen je moeder te zeggen? Ach, maar dan moet je het op... Ik heb onderbroek verstopt. Een week lang. In mijn kast. Nee, Samuel. Ja, echt? Zij wel juist dat je tegen haar zegt. Ja, maar weet je wat het was? Ik vond het gewoon niet leuk. Maar je had ook een van de eerste, je was niet je vriendin. Ja, ik heb geen zus. Ik was de eerste ook inderdaad. Oh, zo, ja. En dus ik tegen mijn moeder zeggen. Dus ik zeg niet tegen papa zeggen. Nou, een minuut later komt mijn vader in de kamer in. Gefeliciteerd, je bent een vrouw. En toen dacht ik, toen zei ik ook, gadver, ga weg. Ik moet alleen maar mijn bed lopen huilen. Ik vond het zo erg. Hoe zou je lopen huilen? Is het echt zo? Ja, het is echt. Ik vond het heel gênant. Ja, maar begrijp ik wel. Ja, niemand in dat onze vriendinnen waren het allemaal nog niet. Want wij als jongens hebben zeg maar niet echt iets waarvan we denken, ja. Maar ik praat er tijdens. Maar ik vond het ook heel awkward. Heel awkward. Ja. Maar als je zo jong bent, het is gewoon allemaal en awkward en dat wil ik niet ook hebben. Oké, die mag je de best uitvinden. Maar zeg maar, als jongen zijn, dan ga je niet naar je vader toe. Hé pap, ik heb voor het eerst gisteren. Nee, dat hoef je niet te vertellen. Nee. Dat hoeft niet. Dat is zeg maar echt ongemakkelijk. Maar ongesteldheid is wel iets wat een moeder wel moet weten, want die gaat dan tampons kopen en zo en een beetje helpen. En als je pijn hebt, want ze weten dan een beetje tips en zo. Ja. Maar je wilt daar echt gewoon niet over hebben als puber. Nee, heel hard zo. Nu zou ik zeggen, oh. Ja, boeien. Maar wat ik ook wel, zeg maar van, wat ik ook ongemakkelijk vond, ik ging naar Mallorca. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat mijn moeder dus zo'n pakje condooms in mijn zak had. Nee. Ja, in mijn tas had gestopt. Voor jou? Ja, voor mij, zegt ze. En toen kwam ik aan. Ik zeg, man, wie heeft het erin gedaan? Ze zegt, ja, ik doe het wel veilig. Ja, maar zij weet ook wel. Dat vind ik beter. Want mijn ouders die zouden dat nooit doen. En zouden er nooit over praten. Nee, dat werd eerder verboden. Nee, maar het was ook zeg maar, een soort van grapje. Alleen het was wel van, je bent in Mallorca. Als je wat doet, let wel op daar. Want... Ja, nou bij mij is het gewoon, je gaat niks doen. Ja. Nou, dat wordt maar hoe lang heb jij een vriend? Hoe lang heb je een vriend? 3,5 jaar. Vandaag precies 3,5 jaar. Gefeliciteerd, Saar. Wat ga je doen? Niks. Oh, niks. Ja, 3,5 jaar. Ja, moet je bij elk half jaar. Ja, klopt. Ja. Nee, maar daarvoor was... Ik ben ook gewoon op suikervakantie zo geweest. Maar dan was het echt nat dan... Als je... Er was zeg maar niet over gesproken, hoor. Het was gewoon... dat je al alcohol drinkt gaat zeg maar al te ver. Ja? Ja. Zijn je ouders streng? Nou, voor mijn 18e wel. Oh, voor je 18e? Voor mijn 18e. Oké. Ja, maar dat is ook wel goed, hoor. Daarna hebben ze me wel echt heel erg losgelaten. Nee, maar jij deed het ook gewoon. Ja, klopt. Ik was gewoon terror. Maar juist omdat... Ja. Zij is schreeuwen. Juist omdat het niet mocht, zeker. Zeker omdat... Juist omdat het niet mocht. Ja, begrijp ik. Juist omdat het niet mocht, zocht het constant de grens op. Ja, echt. Zo, ik zat er eigenlijk al bij, man. Ja, dat je wel eens discussie hebt. Of dat je zeg maar erbij bent als... Ja, dat is altijd. Discussies met mijn moeder. En dan zit je erbij van, ja. Toch, Isabel! En mijn moeder ook aan jou vragen. Isabel, zeg er wat van! Is wel. Ja, dat is echt, ja. Heb je altijd al zo'n schattige band met je oma gehad? Altijd al, ja. Tenminste, ik werd 18 en toen was ik in Amsterdam. En op die 18e verjaardag, zeg maar, we hadden een heel groot feest gepland. En precies op die dag kreeg mijn oma te horen dat ze een tumor had in haar darmen. Oh. Oh my god. Ja, dus ik had mijn moeder huilend aan de telefoon. Ik zeg, man, weet je wat? We blazen het feest af. We gaan eerst voor oma zorgen en daarna kijken we wel wat we gaan doen. En eigenlijk sindsdien is het beter geworden. Hechter, ja, is het hechter geworden en beter. Want ik wist nooit van, gaat ze er levend uitkomen of niet. Mm-hmm. Dus dat was een heftige ingreep. Operatie. Ja, was een hele heftige operatie. Het was wel oud als ze dan mag geopereerd worden. Ja, klopt. Het, de regels volgens mij ook gewoon van, als het nog kan, dan is het gewoon... En anders was het gewoon wachten tot die tumor. Ja, die tumor zo groot is geworden dat het niet meer kan. Maar gelukkig was die gewoon klein, want bij oudere mensen...
zeg maar, is ook weinig uitzaaiing. Mm-hmm. Want de cellen die, ja, die zijn niet zo snel uit volgens mij of zo. En eigenlijk sinds die periode is het wel weer hechter geworden. Maar het was al wel hecht. Ja, altijd gewoon al hechter band gehad. Ja. Misschien is het laatste. Ja. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, dat heb ik ook met mijn ouders. Mm. En met mijn zus. Ik heb eigenlijk met mijn hele familie heb ik een hele hechte band. En wij hebben dus helemaal geen hechte familie. Wij zijn familie, maar, ja, maar onze familie is niet. Nee, want jullie zijn echte nichtjes. Ja. Oké, maar dat is helemaal niet. Dus haar moeder is de zus van mijn vader. Ja, maar alle kinderen, dus haar vader, mijn moeder, dus al, en onze ooms en tantes zijn allemaal zo'n persoontje met zo'n wil en een mening. Dat gaat gewoon niet samen. Nee. Gaat zeggen, maar ze zijn alle vier precies hetzelfde. En diep van in hun hart houden ze zielsveel van elkaar. Maar weet je wat ook is bij onze familie? Zeg maar, onze oma houdt ons wel bij elkaar. Mm. Als er iets met oma is, dan moet je toch elkaars broer en elkaars zussen bellen. Dus dan is het zeg maar van, of dan de kleinzonen bellen of de kleindochters. Want we zijn ook met veel. Ja. We komen uit, mijn moeder komt uit een gezin van 6. Mm. En hebben, Die hebben ook weer een gezin. Juist. Ja. En ze heeft 9 kleinkinderen. 1 achterkleinkind, dat is die met die krullen, dat kleine neefje. Ja. En dan komen er nu nog 2 bij, want mijn zus is zwanger en mijn nicht is zwanger. Ah, wat leuk. Ja, dus dat is allemaal wel. Gaan ze ook wel meemaken? Ja, ik hoop. Ja, ja. Dat denk ik wel. En we hopen het ook gewoon. Ja. Maar bij een ouder iemand, ja, het kan zomaar in één dag kan het ontstaan. Ze kunnen ziek worden of een beetje iets lullig. Ben je bang, want je hebt natuurlijk heel vaak ook wel eens heen zonder. Ja. Oh, ja. Heb jij er niet een keer over gehad? Ja, ik had met Isabel erover gehad. Hij gaat er wel eens heen zonder te vermelden. Dat is oma. Dus dat er wel een keer. Ik weet ook dat het moment een keer gaat zijn dat ze er niet meer gaat zijn. Maar dan hoop ik niet dat ik daar ben. Alleen inderdaad, wat ik met Isabel erover is, dat het soms wel. Dat ik wel met een shaky gevoel soms. Ja. Die deur open trekt van oké, oma. Vorige keer stond ze in de keuken. En toen was ze niet in haar bed. Ze was dus niet in de huiskamer. En toen hoorde ik zo, hallo. En toen ging ik naar binnen. Ja. Maar ze heeft ook zo'n alarmpje, zeg maar. Oh ja. Ja, ik had ooit. Ze heeft dus een alarmpje hier. Nou, die had ze ook om toen ze ging slapen. En toen draaide ze zich om. En toen had ze dat alarmpje had ze ingeklikt. Oh. Per ongeluk. Toen kwam de politie aan de deur. Nee. Ja, hele deur. Oh, dan komt de politie op. Ja, omdat zij hoort niks. Ja, ze hoort wel, maar nee, ze hoort van afstand hoort ze niks. Nee. Dus ze bonkelt die deur en toen deed ze niet open. Ja, dan denk je natuurlijk dat er iets ergs aan de hand is. Ja. Toen werd ze wakker in die nachtjapon. Helemaal in de stress. Ja, ja, belde ze huilend op. Ja. Dat was echt zielig. Ja, dan zijn ze helemaal in paniek. Ja, dat is wel echt zielig. Oh. Maar dat is wel leuk als je familie zo hecht is. Ja. Ja, maar wij zijn maar als kleinkinderen zijn dan wel weer. Want met hoeveel zijn jullie? Met hoeveel kleinkinderen? Wel veel. Maar de ene helft woont ook in Amsterdam. Oh ja. En de andere woont dan nog waar wij wonen. Maar we hebben twee generaties. We hebben onze oudere nichten, die zijn nu allemaal rond de 30. En dan heb je ons, rond de 20. Oh ja, ja. Je hebt een soort twee generaties van de oudere broers en zussen. En dan heb je onze vader en moeder, die weer de jongere. Ja, dat heb ik dan weer bij mijn vaders familie. Oh ja. Ja, wij hebben dan ook weer, volgens mij ook zo'n oudere generatie. Ja. Ik ben van alle twee de families, ben ik de jongste. Ja, wij. Ja. Van alle twee. Ik ben de jongste van onze familie. Ja. En dan ben ik van alle vier de ene jongste. Oh, de ene jongste. Ja, ik ben van alles de jongste. Maar alleen, wij hebben inderdaad ook wat jullie hebben, heb ik dan weer bij mijn vaderskant van mijn familie. Is dat je iets oudere generatie hebt. Ja. Dus hun zijn volgens mij wat meer met elkaar en dan wij zijn ook wat meer met elkaar. Oh, ja. Maar zijn jullie altijd met z'n tweeën? Of, zeg maar. Vaak wel. Ja. Maar wij hebben ook naast elkaar gewoond, hè? Ja, klopt. Dat zijn ze wel inderdaad. Ja, klopt. Dus wij zijn letterlijk bezig met elkaar opgegroeid. Ja. En als je dan ook nog eens nichtjes bent, dan is dat ook echt grappig. Ja, dat is inderdaad wel leuk. Elkaars jeugd zo. En met Bo is dat eigenlijk ook wel. Die wonen 3 huizen verderop. Ja. Het is wel schattig dat jullie dan nog steeds met elkaar zijn. Ja, dat is echt. Maar dat is ook gewoon, er kan echt soort niks tegen op. Het is ook niet vriendschap. Kijk, ik heb jullie op die skivakantie heb ik echt soms gelachen om filmpjes die ze aan mij heeft laten zien. Vond ik echt. Ik zeg, dat zijn zeg maar wel momenten waarvan ik denk, ja, als je zo hecht bent en zo lang met elkaar, dat is wel echt leuk. Kijk, ik heb ook heel veel vrienden die ik echt al lang ken. Ja. Maar het is gewoon leuk als je zo zeg maar bij elkaar blijft. Ja, maar je weet gewoon, het is voorbij vriendschap. Het is voorbij, wij zijn natuurlijk ook echt familie, maar het is ook echt een soort familie. Echt familie. Gewoon echt zussen. Maakt niet uit. We hebben zoveel shit met elkaar meegemaakt. Zoveel kutdingen op elkaar gepleegd. Dat is gewoon insane, maar je komt daar weer uit. Zo. Dat is echt. Ja, maar dan maakt die vriendschap ook wel weer sterk. Ja, juist. Ik denk het wel. Ja. Ja, Bo je ook vaak? Ja, ja maar heel vaak. Heel vaak, goedemorgen. Ja, gaat ze een spraak brengen? Ja. Nou, ik ga nu even dit doen. Dat is ja, dat is super. Heb je lekker gesport? Zeg ze ook, ik ben echt verliefd op je en zo. Heb je lekker gesport? Echt? Ja. Oh, dat is ja. Dus maar dat doet Bo elke dag. Dat, doet Bo, dat doet Bo ook gewoon als enige. Zeg maar, wij appen elkaar nooit. Nee, wij appen echt nooit. Nee? Ik bellen. Snapchat of zo. Snapchat. Van Isabel moet je sowieso dat niet verwachten eigenlijk. Nee, ik praat niet zoveel. Nee. Jij hebt ook gemerkt.
Ja, zij gewoon niet. Zeg maar, Isabel moet je echt dingen halen. Ja, ja, ja. Zeg, hey Isabel, wat ga je doen vandaag? Als zij mij appt, ze is gewoon het eerste dat ik denk, wie er van mij is. Ben jij ziek? Want dit is niet Isabel. Ja, die zou maar nooit appen. Ja, hoe gaat het? Nooit. Zeg maar, als jij moet wachten tot Isabel jou appt, dan moet je echt weken verder. Ja, 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 dat is echt zo. Ja, klopt. Je moet echt dingen uit Isabel halen. Ja, maar dan heb jij bijvoorbeeld ook weer wel eens vriendinnen gehad die dan daar moeilijk om deden. Ja. En er komt niks vanuit jou. Oh, ja, dat. Maar ik weet, Isabel is gewoon zo. En ik laat dat gewoon bij haar. Ja. Ja, als ik haar nodig heb, dan bel ik erop. Of zeg ik, kom nu naar je toe. Of weet je wel. Kijk, bij Isabel is het zo. Je, het is echt niet veel. Nee. Maar volgens mij wel, als je op haar kan rekenen, dan je kan wel op je rekenen. Ja, sowieso. Dat wel. Dat is echt. Je kan echt wel met haar. Dat heb ik liever dan andersom, hoor. Klopt. Dan had ik dat geapp en als het echt op aankomt. Ja, dat je op niemand kan rekenen. Nee, dat is ook zo. Nee. Maar ja, dat is zo. Je kan soort ook bijna niet boos worden om bepaalde dingen, omdat je elkaar zo goed kent. Ja, klopt. Dat je denkt, ah ja, maar... Ja, klopt. Maar er zijn wel, bij mijn vrienden, zijn er wel acties waarvan ik... Ja. Als ik dat zou doen, of als diegene dat bij mij zou doen, dan is het tuurlijk zijn er bepaald, maar je weet ook nu wel een beetje wat je wil. We hebben zoveel dingen bij elkaar geflikt. Misschien gaat het niet worden. Ja, de moet altijd de eerste keer zijn. Precies. Maar dat wel. Maar hebben jullie zeg maar een actie bij elkaar gedaan waarvan jullie wel echt dachten van, het is echt, als het nog een keer gebeurt... Ja, één ding, ik ga het niet zeggen, maar dat zou ik nooit vergeten, dat jullie bij mij hebben gedaan. Dat is echt, dat kan echt. Daardoor hadden we, toen heb je ook echt geslagen, hè? Ja, toen werd je vader boos op jou, omdat jij zo boos was op ons. Oké. Okay. Maar ja, het was ook gewoon dom en jong en... Ja. En die zoon, ik heb een keer gevolgd. Oh, mag die raam dicht van mij, want de regen komt erbij. Ja, tuurlijk. We hebben zoveel gekletst, maar het stopt gewoon niet. We hebben ook helemaal niet naar die vragen gekeken. Maar het voelt ook alsof ik zeg maar een half uurtje deze auto. Ja, het was echt heel gezellig. Ja, ik zou nog een uur kunnen zitten. Ja, we hoeven nog niet weg. Nee, we hoeven nog niet weg. Nee, dat is waar. Maar de video sluit me even af. Ja. Ik had het jullie leuk vonden. Vergeet Raoul ook zeker niet te checken op TikTok. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Oh, ja. Vergeet niet te abonneren op Sarah. Vergeet mij ook niet. Wat is je account? Sarah Verwoerd. Sarah Verwoerd. Ja, en Isabella ook. Isabella DA. Vlagstreepje. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. En dan zie ik jullie al snel weer. Doei. Doei.